Ja, welkom, Sneak Peek. Rijndijkstraat 29 in Leiden. Veel mensen kennen het straatje waarschijnlijk, maar het gaat natuurlijk afzien van het straatje ook echt om het huis. Dit is echt apart. Het is hoog, het is groot, veel originele details. En nu gaan we het straks allemaal natuurlijk zien, maar straks ook die achtertuin is ook super cool. Ja, Kiso moet een klein beetje zo, anders wordt hij straks overreden. Dat is weer een heel ander type filmpje, dat willen we ook niet. Ik ga lekker naar binnen en ik zie u graag zo meteen in de woonkamer. Tot zo! Oh, daar bent u alweer. Nou, ja, ik zei het net al, ik zat te kijken naar die details. Ik bedoel, moet u überhaupt zien hoe hoog het hier is? Dat is natuurlijk al, hè, ik ben niet zo heel groot, dus dat is al vaak zo. Maar dit is echt heel erg hoog voor dit soort type huizen. Ja, en kijk dan naar dit. Die oude schuiframen, glas en lood. En ga voor die lijsten. U gaat het allemaal zien bij de bezichtiging. Maar dit is ook, als we beneden zijn, het is een woonkamer totaal van 38 vierkante meter om en nabij. Ja, het is gewoon af. Het is echt gewoon leven. En dat maakt dit huis, denk ik, net even weer wat anders dan veel van die andere huisjes hier in de Rijndijkstraat. Ik ga naar de andere kant toe, dus ik zie u zo aan de andere kant van de kamer. Ja, bent u weer. Ik sta wel bij de openstaande deuren. Maar ja, het weer is niet zo heel best. Dus we gaan straks de tuin nog even zien. Maar ja, dit is de andere kant van de woonkamer. En zoals u ziet, en ik doe dit wel vaker, maar ik doe het gewoon weer. Het is echt ongelooflijk breed. En ook weer hoog natuurlijk, hè? Dat spreekt voor zich. Als we daar naartoe gaan, in de uitbouw, keuken, alles op en aan. Vaatwasser, oven, gaskookplaat, koelkast. Maar dat gaat u ook weer zien bij de bezichtiging. Via de keuken, maar ook weer via die deuren kunnen we natuurlijk naar buiten. Maar nogmaals, dat gaan we zo meteen zien. We gaan naar boven. Kleine overloop. Dan hebben we eerst drie slaapkamers. Twee slaapkamers aan de voorkant. Waarvan de linkerkamer, dat is het kleinste kamertje. Kan een babykamer zijn, kleine kinderkamer, werkkamer. Dat is ook weer aan u. En aan de andere kant, rechts daarvan dus, grote slaapkamer. Maar weet even dat het muurtje ertussen kan theoretisch weggehaald worden. Zonder dat u constructief heel veel dingen hoeft te doen. Dus dan kunt u misschien aan de voorkant een hele grote slaapkamer maken. Dat is ook weer aan u. We gaan aan de achterkant. Derde slaapkamer. Ruim. Ja, lekker dat uitzicht over het grasveldje achter. En ja, zoals u ziet, gewoon lekker nu ingericht als kinderkamer. Echt een meidenkamer. En precies een beetje ertussen hebben we de badkamer. Voorzien van een lichtbad met een douche. Een wastafel en een wasmachine aansluiting. En weet eventjes dat op de overloop zit ook nog een trap richting de bergzolder. Maar ook dat gaat u allemaal meemaken. We gaan weer naar beneden, naar de tuin. Dus ik zie u daar straks. Tot zo. Ja, moet ik hier nog meer over vertellen? Achtertuin, 42 vierkante meter. Ja, dat is echt wel weer groot voor dit type huis. Lekker de hele dag in de zon. Nou ja, nu niet, want we moeten ook heel erg oppassen dat we niet onderuit gaan. Anders krijgen we weer andere perikelen. Maar het is gewoon echt, ondanks dat het noordwestligging is, er is hier geen hoogbouw omheen. Dus je hebt op het moment dat hij over het huisje komt, heb je gewoon de hele dag volle bak zon. Super gaaf. U moet hier echt langskomen. Rijndijkstraat 29 in Leiden. En wij weten bijna zeker dat als u hier bent, ja, dat u echt zegt van wauw, dit huis heeft echt die wauw factor. Ik zie u heel graag in het nieuwe jaar 2022 bij de bezichtigingsblokken. Volg ons social media, daar komen de blokken op wanneer het is. Heel graag tot snel. Dag!